Om burgers meer rechtszekerheid op grond te geven, heeft de regering besloten het omzetten van grondhuur en erfpacht naar eigendom integraal vast te stellen per staatsbesluit. Dit meldt de communicatiedienst Suriname in een vandaag uitgegeven persbericht. Speciaal voor de uitvoering van dit staatsbesluit is er een grondconversieunit in het leven geroepen. Het team dat vrijdag voor de duur van een jaar door president Jendrik perset Santokki is geïnstalleerd, wordt voorgezeten door meester Christian Kalor namens de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie. Het persbericht vermeldt verder dat president Santokki aangaf dat het besluit is bedoeld om meer zekerheid te geven aan het volk. Burgers met percelen tot 2500 vierkante meter kunnen deze voor 25 SRD per vierkante meter in eigendom omzetten. Het ligt in de bedoeling dat de grondconversieunit per 1 november operationeel is en landelijk gaat opereren. Het streven is om in de komende vier maanden reeds 10.000 percelen in eigendom te hebben omgezet. De specifieke taken van de unit zijn onder meer het controleren en afhandelen van de aanvragen die ingediend zullen worden voor conversie. Dit zal binnen een periode van twee maanden moeten gebeuren. De unit zal voornamelijk met GBB, openbare werken en notarissen samenwerken.